Hey yo, what's up, niggas? Vandaag een nieuwe vlog. Ik weet niet wat ik vandaag ga doen, maar ik denk dat ik gewoon even naar buiten ga. Want deze coronavirus gaat me echt niet binnenhouden. Hell to the no. Kan me niet schelen wat dat popers gaan zeggen en denken, maar... I'm just doing my thing, right? Ik ben nu aan het omkleden. Ik ga naar... Klik alvast, like of zo. Deel. Whatever, man. I know, man. Basic YouTube shit, man. Hey bro, how's you, bro? Tegen mij, ik ben altijd vriendelijk, altijd. Ik ben altijd vriendelijk. Maar nee, maar misschien wel, hè. Misschien gaat dat viraal. Misschien zie je straks staan op ParaTV. Hup, Daddy Small speelt voetbal zonder bal. Hè? Hoe kan jij dat weten? Vandaag ben ik hier met Daddy Smalls, de enige echte King of Kent. En vandaag gaan we vloggen. Of wat wil jij doen? Ga je jaloers zijn op je intro, man. Fuck. Hé, wat zit mij aan Enzo Knol? Hij bleef aan vijf, dat is ziek, gast. Enzo Knol is de goat, oké? Shout out Enzo Knol! Enzo Knol, klaar! Weet dat nog? We gaan rond 5 uur de Aschraf. Hey, kijk, Enzo Knol. Yo, dat was goat. We hebben wakker, ik kan die nes. Ik kan echt die nes, man. Hey guys, hebben jullie ooit al naast iemand geslapen? En gewoon zo opgestaan en gewoon zoiets van... Yo, hij kan echt niet slapen. Slapen is ook een kunst, man. Als hij kan slapen op één positie... Dat is kunst, maar hij met je dan een oorlog met, fuck. Hé, hey, maar ik heb echt kou, man. Heb dan een lekkere jas met, fuck. Guys, it's a beautiful day. We gaan toch niet binnen blijven? Nee, we gaan sowieso niet binnen blijven. We gaan gewoon naar buiten gaan en we gaan fucking zon trotseren. En we gaan gewoon crazy gaan. Ah! Beautiful. Dit is beautiful. Dit is gewoon super. Focus toch? Twijfelt. Zoals jullie ongetwijfeld wel weten, heb ik beef met dochter van Koen Wouters. En it's a bit crazy. Ik heb geen beef met haar. Maar het is gewoon, jullie gaan gewoon zo comments. En ik vind dat echt wild wat ik zie. Hoe kunnen jullie zo crazy gaan op een chick? Dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat jullie in haar comments zitten. Zo van, Mr. Wouters, fuck you. Uiteindelijk, guys, ze is ook gewoon een mens. Dat is oké. Nu gaat mijn YouTube video over Zita Wouters. Guys, het is niet de bedoeling dat jullie Zita Wouters in de comments van Zita Wouters gaan beginnen spammen en dingen gaan zeggen die allemaal niet nodig zijn. Wees gewoon jullie goddamn zelf, man. En doe niet iets wat jullie zelf gewoon niet leuk zouden vinden, snap je? Dat is niet de bedoeling. Ze verwijdert dagelijks haar comments omdat jullie gewoon zo brazy gaan op haar. En ik vind dat gewoon... Dat is niet de bedoeling, man. Dat is verkeerd. Bij deze stop gewoon met haar comments te zitten. Ik ga jullie een kleine backstory geven over wat er is gebeurd. Ik zat in House Party. En dat is een app waar je met iedereen sociaal kunt bellen. En het is super leuk. Je leert continu nieuwe mensen kennen. Het is gewoon fun. Het is echt gewoon fun. Ik heb superveel mensen leren kennen. Mijn Instagram following is daardoor gegroeid. En noem maar op. Dit is trouwens geen promotie, want House Party betaalt mij niet om deze bullshit te zeggen. Maar anyways, dus ja, that's just basically it. En to be honest. Ik zat in de House Party met een vriend van mij. Ik ga zijn naam niet zeggen, want dat is ook niet de bedoeling dat ik hier gewoon ga beginnen snitchen op mensen en zo. Ik ben geen snitch. Dus ik zat in de House Party. En deze chick kende ik zelf niet. Ze was daar gewoon. Ik heb wel een screenshot. Ik heb een screenshot hier dat ik aan het bellen was met haar. Je kunt duidelijk zien dat mijn gele hoodie, dat ik dat ben daaronder. En je ziet zelf een beetje kleur, huidskleur. Dus het ding is gewoon, ik zat in de House Party met haar. Dat kan toch niet hoe zijn? Maar hoe zijn?